Dan ga ik je nu uitleggen hoe de papegaaibektang werkt. Dit is een papegaaibektang. Hij dankt zijn naam aan de vorm van de papegaaibek. Ook hier weer de veer die u alweer zelf ertussen dient te doen. Ik haal hem er weer eventjes uit, want hij zit los in de verpakking. En u doet hem tussen de uitsparingjes klemmen. En eventjes zo, zodat hij goed vast zit. De papegaaibektang is een tang die gebruikt wordt voor werken met keramiek, dus met tegeltjes en niet met glas. U zult merken als u hier glas mee wilt knippen dat hij het gewoon niet doet. Deze tang is niet geschikt om grote stukken te knippen. Hij kan dat ook gewoon niet. Dit is een echte knabbeltang. Met deze tang kunt u, ik zal proberen heel dichtbij te laten zien, hele kleine stukjes tegel wegknabbelen. Hij is dus echt voor de verfijning van mozaïekwerk. Kijk. Je ziet al dat ik aardig rond begin te komen. Deze tang. Hij versplintert, vermaalt eigenlijk stukjes keramiek. Waardoor u dus eigenlijk heel erg fijn kunt werken. Deze tang, kijk, u ziet al aardig dat hij rond begint te komen, is niet in staat, ik zal het even bij deze laten zien, om grote stukken te knippen. Hij verpulvert, zoals u ziet. Dus mijn advies ook, is als u werkt met keramiek, gebruikt u dan deze tang gecombineerd met deze tang. Deze twee tangen samen maken dat u van uw keramische werk een perfect werkstuk kunt maken. Zowel het grove als het fijne werk kunt u tezamen met deze tangen doen.